Ja. U bent zelf ook aanwezig geweest bij een aantal topconferenties. En een van die topconferenties is de conferentie in 2003 tijdens de Bilderberggroep-conferentie. Daar was u aanwezig. Ik heb eerder met Rijkman Groening over de Bilderberggroep gesproken. En ik zou ook graag van u willen weten, maakt u zich zorgen om deze conferenties omdat u bij de Bilderberggroep aanwezig bent geweest? Omdat dit een minder bekende groep is met wel hele belangrijke mensen vanuit de internationale politiek. Nee, daar maak ik me geen zorgen over. Het is voor iedereen verstaanbaar. Het gaat over de Bilderberg-conferenties en mijn aanwezigheid daar. Ik ben er in 2003, maar bij de latere bijeenkomsten ook aanwezig geweest. Bilderberg dateert, zoals u weet, al van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ja. In Hotel de Bilderberg. Ja. Chris Bernhard heeft daar nog een rol bij gespeeld. En op die Bilderberg-conferenties komen ieder jaar ergens een aantal mensen bij elkaar uit de publieke sector, uit de private sector, dus overheid, bedrijfsleven. Niet-gouvernementele organisaties, VN-organisaties en wat iets meer zijn. Dat uitnodigingsbeleid is restrictief. Men denkt altijd dat er allerlei verschrikkelijk geheime dingen gebeuren. Nou, dat is niet zo. Alleen die mensen geven er de voorkeur aan om in relatieve vertrouwelijkheid met elkaar te praten. Ik geloof dat tegenwoordig wel meer de publiciteit wordt gezocht met deelnemerslijsten en wat iets meer. Vroeger was het helemaal. Ik noem dat niet een topconferentie in de zin zoals ik die in mijn betoog aangaf. Dan heb ik het echt over NAVO, Europese Unie of VN, topconferenties. Dit is een bijeenkomst waarbij onder andere wel topmensen uit publieke en private sectoren aanwezig zijn. Ik heb daar geen probleem mee. Ik heb daar geen probleem mee, omdat ik niet vind dat dat op enige wijze democratische legitimering ondergraaft. Het is gewoon een bijeenkomst waar mensen vertrouwelijk met elkaar kunnen praten. Waar geen prima donna gedrag wordt geaccepteerd, want vergist u zich niet hoor. De mensen waarover ik gesproken heb, niet allemaal, dat zijn weer een aantal prima donna's. Van waar kom je vandaan? En ik moet u eerlijk zeggen, uit eigen ervaring, je moet, ook ik moest in mijn NAVO-tijd, weerstand bieden aan de gedachte dat je op een gegeven moment denkt dat de wereld om jou gaat draaien. Want alles wordt voor je geregeld, je dag is gepland van de eerste minuut tot de laatste minuut. Je hoeft nooit in een file te staan, want je rijdt over de vluchtstrook, want de veiligheid brengt met zich mee dat je niet mag stilstaan. De NAVO-secretaris-generaal is wat de Amerikanen noemen een high value target. Je bent dus een zeer gewaardeerd doelwit voor mensen die publiciteit zouden willen genereren met het je naar de andere wereld helpen. Dus je rijdt over vluchtstroken, je stapt van je auto in je vliegtuig of in je vliegtuig in je auto. Mijn schoenzolen zijn in die bijna 6 jaar Brussel nauwelijks versleten. Want lopen erop deed ik haast niet. En als het lopen was, was het op een rode loper. Of van de auto aan de vliegtuigtrap. Als ik nu in een vliegtuig zit, dan denk ik, waarom gaat dat vliegtuig niet? En dan zie ik dat er nog 150 anderen ook moeten instappen. En niet alleen ik. Als ik rechts achter in de auto ga zitten, gebeurt er niks. Vandaar dat ik in de tram ben gekomen vanmorgen. Ik wil maar zeggen, als je zo wordt getemperd op zijn Engels, als een NAVO-secretaris-generaal of als een Franse president of weet ik wie, dan moet je steeds jezelf in de arm knijpen. Ik ben nog wel een gewone vrouw, ik ben nog wel een gewone man in mijn geval. Daarom ben ik ook overigens een voorstander van beperking van mandaten van dat soort functies. Je moet niet, we hebben ook al Nederlandse minister-presidenten gezien, die net te lang blijven zitten. NAVO heeft dat slim opgelost, trouwens, de NAVO-secretaris-generaal heeft een mandaat, één mandaat, one single mandate van 4 jaar, plus 1. Als de SG wil en de landen zijn het erover eens, dan krijg je er 1 bij. Nou, ik kreeg er 1 plus nog een halfje bij, dat de NAVO zijn 60ste verjaardag vierde en mij het plezier wilde gunnen om dat op een topconferentie nog mee te maken. Maar die mandaatbeperking is reuze belangrijk, want iedereen, niets menselijks is die mensen vreemd, zoals ik heb gezegd, en vrijwel iedereen vliegt uit de bocht als het te lang duurt. En dat is wat dan het beleid bedreigt. Nou, die mensen zie je ook bij Bilderberg, maar daar zeg ik geen prima donna gedrag. Allemaal in hetzelfde hotel, allemaal in dezelfde zaal. Geen onzin met ik heb wat meer spreektijd dan de ander. Interessante leden ook uit de wetenschappelijke wereld en uit de academische wereld die in panels zitten. En ik heb er veel van opgestoken. Maar er is niks geheims aan. Het enige is, er worden geen verslagen gepubliceerd. En dan spreken mensen. Ik kan hier bij jullie natuurlijk ietsje opener en makkelijker spreken dan wanneer ik dit verhaal bij Nieuwsuur zou houden. Want dan gaat iedereen meteen weer allerlei rare vragen stellen. Dat moet die oude olifant daar. Nou goed, ik kom dan hier als oude olifant, maar niet bij Nieuwsuur.